allereerste publiek zie ik van Jeroen. Hij is Jeroen. En zij is Julia. En we zijn hier op het kinderboekenbal. En het thema is vriendschap. Vriendschap gaat om elkaar kunnen vertrouwen. Vrienden kan je alles vertellen. Dat je voor iemand opkomt als die gepest wordt. Als je geen vrienden hebt, dan ben je natuurlijk wel een beetje eenzaam. En als je geen vrienden hebt, dan kan je natuurlijk niet spelen. En spelen is heel belangrijk, zeker als je een kind bent. Vriendschap is natuurlijk iets heel moois wat kan gebeuren met ons allemaal. Het is gewoon fijn als iedereen lief voor elkaar is. Zijn kinderen beter in vriendschap dan volwassenen? Ja, kinderen zijn... Dat is een geweldige vraag. Kinderen zijn beter in vriendschap, daar ben ik het volkomen mee eens. Vriendschap is onmisbaar. Dat is eigenlijk zoiets als wat vind je van eten of wat vind je van ademen. Je hebt het nodig en als je er te weinig van krijgt, word je ongelukkig. Lezen jullie veel boeken? Ja, ik lees best wel veel boeken. Ik lees veel Donald Ducks, maar ook veel Pippi Langkijk. Ja. Ik lees bijna elke avond als ik tijd heb. Nu is het wel wat minder omdat we op de middelbare school zitten, dus heb je veel huiswerk. Maar verder lees ik wel in de avond meestal. We gaan dus vanavond de Gouden Griffel uitreiken en we hebben een heel mooi programma bedacht. Hier zitten wij. Wat verwachten jullie van vanavond? Dat iedereen wel een vriend daarna heeft of een vriendin. Ik denk dat het wel heel leuk wordt. Ik vind het heel erg bijzonder om hier te zijn. Ik vind het super cool, want ja, ik ben er nog nooit eerder geweest. En het is super leuk om hier te zijn en alle schrijvers. En het is gewoon eigenlijk heel erg leuk en bijzonder dat we dit mogen meemaken. We zitten nu in de zaal, het gaat bijna beginnen en we hebben heel veel zin in. 3, 2, 1. Welkom dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij de belangrijkste datum in het literaire jaar, het kinderboekenbal. Jazeker! Pelle, het is een vuurspuwende draak. Help, we vallen uit de lucht. Er stond in dat hij 2,5 meter lang was. Dat hij schoenmaat 98 had. Dat zijn stem lager klonk dan het gegrom van een sabeltandtijger. Jongens en meisjes, we gaan nu de Gouden Griffel bekendmaken. De winnaar van de Gouden Griffel 2018 is geworden... Gefeliciteerd, hoe voelt u zich? Nou, heel erg blij en een beetje overweldigd. Hebben jullie zelf ook het boek gelezen? Lampje? Ik niet. Wat vindt u ervan dat ze het nog niet gelezen hebben? Ik begrijp het ook wel een beetje. Al die jaren heb ik heel lang en heel vaak geen aandacht voor hem gehad. Want ik zei, jij moet een Lampje schrijven of dat soort dingen. Dus hij was een beetje jaloers op Lampje. Wat vindt u ervan dat Lampje gewonnen heeft? Top. Echt heel fijn. Het is een prachtig boek. Dus verdiende winnaar. Ja, dat vind ik een hele verdiende prijs voor Lampje. Ik heb het boek zelf gelezen een tijdje geleden en ik heb ervan genoten. Echt een prachtig boek. Okay, we hebben...